relaxte klankbelevingssessies en in gesprek met je huisdier. Op de zolderkamer van Anje uit Nijmegen kan het allebei. Ik ben Anje van Anken, ik ben energetisch therapeut. En dat houdt in dat ik uitga van het feit dat alles energie is. Dus een mens is energie, de wereld als een geheel is energie en trilling en geluid. En daar werk ik mee. Als iemand komt met een vraag, dan benader ik het vanuit dat perspectief. Ik werk met Tibetaanse klankschalen en een Tibetaanse gong. Wat ik doe is de schalen in trilling brengen doordat ik aanslagmateriaal gebruik. Die trilling geeft geluid. Het effect van de trilling is dat je energieveld en ook je lichaam, wat voor 70% uit vocht bestaat, in beweging gebracht wordt. Dan loop ik zo meestal rond de tafel, zodat de persoon het van alle kanten ervaart. Een sessie bij Anje lijkt misschien spannend, maar dat valt in de praktijk reuze mee. Als je komt, kun je voelen hoe het met je is. En als je van de tafel afstapt, dan denk je, hey, ik voel me super relaxed. Dat is voor iedereen. Iedereen die van de tafel stapt, zegt, wauw, ik had niet gedacht dat het zo diep zou gaan. Anje is er dus voor mensen, maar net zo goed voor dieren. Omdat ik graag dieren en mensen dichter bij elkaar breng ook. Dat mensen soms een dier niet snappen. Ik vraag een foto van een dier waar de ogen op staan. En dan richt ik mij op de energie. Dus zeg ik, zorg dat ik goed bij mezelf ben. En maak ik contact op zielsniveau met het dier. En of dat nou een hond is of een kat of een paard of whatever. En dan vraag ik of die hond of kat of wat dan ook bereid is om met mij in gesprek te gaan. En dan krijg ik wel respons. En dan praat ik met ze, net als een gewoon gesprek. Niet alle dieren hebben zin in een gesprek met haar. Wel eens dat een dier zegt, dat vertel ik niet. En ik heb ook wel eens een dier die zegt, je moet niet zo zeuren. Zeur niet zo, Arjen. Ik heb gezegd, dit vertel ik niet of daar wil ik het niet over hebben. En als ik dan via een omweggetje toch kijk of ik toegang krijg, dan zegt ze gewoon nee. Nou, lijkt het je leuk om langs te komen, om het te ondergaan en te ervaren, dan ben je hartstikke welkom.